In deze uitdagende tijden, in deze moeilijke tijden van COVID-19, blijven heel wat Surinamers toch wel aan de slag. Heel wat proberen met eigen creaties, met eigen producten wat bij te verdienen. Veelal jonge vrouwelijke ondernemers. Wij voeren u naar het volgend verslag. We staan er met een jonge vrouwelijke ondernemer en dat is dan mevrouw Reshma Bihari, die 3 producten op de markt brengt, maar 2 heeft uitgesteld omdat het 3e product uitverkocht is en daarvan heeft ze nu geen voorbeeld, maar geeft niet. Zij zal ons zelf vertellen welke 2 producten zij vervaardigt en waartegen men het allemaal kan gebruiken. Mevrouw Reshma, zoals ik het al zei, 2 producten. Welke 2 producten? Oh, ik heb hier momenteel olie tegen haarroosjes en olie tegen haaruitval. Het product tegen haarroosjes helpt tegen roosjes. Die kan je aanbrengen 3 maal per week. En 12 tot 13 uurtje laten en daarna moet je het wassen. Mm-hmm. En het gaat echt laten jeugen, want het gaat alles weghalen uit het haar en al. En wat is het hoofdingrediënt? Kokosolie. Het is gemaakt van kokosolie, pure kokosolie. Geen andere olie gemengd. Mm-hmm. En het heeft ook geen chemische stoffen. Het is puur natuur. Mm-hmm. Ja. En het olie tegen haaruitval. Het is ook gemaakt, basismiddel is kokosolie. Het heeft ook geen chemische stoffen. Het helpt tegen haaruitval. Als u kale plekjes heeft, krijgt u binnen 2 weken de haargroeitjes. En mensen die echt last hebben ook van migraine. Ik heb gehoord van mensen, hebben mij verteld, het helpt tegen migraine. Mensen die echt last hadden van migraine, ze hebben geen last van migraine meer. En ook tegen stress. Ja. Tegen stress, want als je een hele hoge stress hebt, vandaar krijg je ook haaruitval. En hoe is de gebruiksaanwijzing? Oké, het is een kokosolie. Het is olie, je hebt je haren gewassen, je kan het hele week laten. Of als je je haren was na het wassen, kan je weer aanbrengen. Het heeft geen nadelen. Hoeveel keren moet men het aanbrengen? Je kan het brengen hoeveel keer u wilt, want het is een hele pure product. Ja, hoe je gewoon kokosolie aanbrengt aan je hoofdhuid, precies zo. En voor de Creoolse zusters die pruikjes gebruiken, beschadigde haren ook door het gebruiken van de pruikjes. Deze product gaat helpen zodat het haar weer de weerstand krijgt. En hoe lang maakt u deze 2 producten al? Oké, ik maak het al 2 jaren en ik ben ook na een jaar voor januari ben ik ingeschreven bij KKF, ja, om het te produceren, ja, zodat het niet een illegale product blijft, ja, het is een legale product. Ik ben ook op Facebook en mensen hebben mij geadviseerd, het werkt heel goed, zodat ik dan meerdere mensen kan helpen die last hebben van haaruitval, migraine. En die lange haren willen hebben. Dus zo ben ik dat idee gekregen om het verder te promoten. Ja. En u doet alles zelf of werkt u nog met andere mensen? Oké, ik heb ook nog een businesspartner om het kokosolie zelf te maken. Want als je in het winkel koopt of bij iemand koopt, je weet niet dat het gemengd is. Dus wij maken onze kokosolie zelf ook. Dus vandaar dat ik heel goed kan praten, het heeft geen mengsel. Het is puur natuur. Ja. En wat kost zo'n flesje? Het is 120 SRD. Het is ook verkrijgbaar en verkrijgbaar bij Lichon Apotheek. Ja. En dat andere product, of tegen haarroosjes? Haarroosjes kost 100 SRD. Ja. En hoe bent u allemaal gestart met eigen kapitaal? Ja, met eigen kapitaal. Door mijn eigen gaves en mijn kennis. Ja. Gaat het makkelijk? Het gaat niet sowieso. Als je je olie zelf moet maken, gaat het niet makkelijk. Maar ik maak moeite. Waar de wil is de weg.
En wat doet u? Uw producten koopt u buiten, bijvoorbeeld uw kokos en zo? Ja, de kokos koop ik bij mensen die kokos hebben. Ik post het ook op mijn Facebook. Als je vindt je hebt kokos en je gebruikt het niet, het gaat verrotten, je kunt me bellen en ik koop dat kokos om olie te maken. Ja. Wat is uw droom, mevrouw Reshma? Mijn droom is het echt te produceren van mensen en mijn business groot te maken. Ja, zo kijk, het is een heel groot. Weet je hoeveel mensen last hebben van haaruitval? Vooral mensen die corona al hebben gehad, hebben heel veel last van haaruitval. En zulke mensen kunnen het ook gebruiken. Het gaat heel goed helpen. En heeft u gedacht aan andere producten die u nog erbij wil voegen? Ja, het komt nog. Ja. Maar ik test eerst mijn producten heel goed en daarna promoot ik het. Ik heb ook een product tegen astma, kortademigheid, maar die is al uitverkocht en vandaar dat ik het niet heb. Ja. En u zei al dat u sowieso aan productuitbreiding wil doen en zo, maar als u zo, ik zei het al, u bent een jonge vrouwelijke ondernemer, lukt het allemaal om het in uw eentje te doen of zegt u van het gaat toch niet allemaal zo makkelijk? Wanneer u zet af bij Lichon, heeft u ook bij andere plaatsen geprobeerd? Oké, ik had ook Alice Drugstore gebeld. Ik moet ook daar, ik mag bij hun ook zetten. Ja. Dus het lukt wel een beetje? Het lukt wel een beetje, ja. En u zei, u promoot via social media, waaronder ook Facebook. Hoe kunnen ze, onder welke naam? Het is ook Rahi, ja. Rahina Rahi, daarop, als mensen het reageert, lever ik ook tot aan huis met een kleine vergoeding. Ja. Dus deze twee producten en derde product is tegen astma, zegt u? Astma, ja. Tegen astma, kortademigheid. Bezetting, ja. Die is wel uitverkocht, zodat ik vandaar dat ik het niet meer heb. En die kan je niet op elke dag maken. Het heeft speciale dagen. In een jaar maar 2 keer kan gemaakt worden. En het is specialiteit is het volle maand te maken. Ja. Vandaar dat ik het niet meer heb. En voor dit jaar kun je het niet meer maken? December. December is er wel een volle maand die op een zondag is. Ja. Die dan maken? Ja. Zeker. Ja, goed, dan... In Suriname, heel veel mensen die kaal zijn of met kale plekken rondlopen of mensen die haarroosjes hebben. Zij kunnen dus contact opnemen met deze jonge onderneemster. Ze zeggen alleen maar positieve reacties van mensen die het reeds hebben gebruikt. Als u toch ook wil gebruiken, neemt u dan contact op met deze mevrouw. U kunt op haar Facebookpagina gaan en u vindt alle informatie.